dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Nou, ik ben Remsy. Remco, Remsy. Rapper van Punch-Out ongetwijfeld. Verder ben ik ook bezig met muziek. Ik zal binnenkort wel wat tracks online gooien en ja, that's it. Nou ja, tracks maken zoals ik net al zei natuurlijk. Veel werken. Ja, vooral dat. Veel werken, veel chillen en Punch-Out man. En verder, ja, iedereen heeft gewoon zijn leven naast de Battle League en dat is wat mij bezighoudt. Ja, chill man. Om eerlijk te zijn ben ik met POB mee gaan doen omdat de Chris, die toen een battle tegen Taser heeft gedaan, zich aan had gemeld voor de auditierondes. En ik had zoiets van, yo man, ik had gezien dat hij doorging naar de volgende ronde. En ik had zoiets van, ja, shit man, ik wil dit ook. Of ik kan dit ook. Eigenlijk op dat moment was bij mij gewoon een knop omgeslagen en ben ik het gaan doen. Terwijl ik eigenlijk nooit heb gebattled of wat dan ook. Ik ben echt puur gewoon een rapper op beats eigenlijk. Dus Punch-Out is voor mij eigenlijk een soort van experiment of uitstapje ernaast. Wee! Met de audities. Toen Chris je auditie deed dan in ieder geval, de Chris. Toen was wij nou ook auditie aan het doen. En daar heeft hij me gewoon wat beats gestuurd toen we aan de praat raakten. En heb ik een maandje daarna of zo heb ik een keer één of twee tracks voor hem gedaan. En ja, zodoende eigenlijk man. Zodoende. Of ik dit kan verklaren of gewoon pech heb. Nou, op zich begrijp ik dat ze denken dat ik aan het afzwakken ben, maar ik zie het zelf niet zo, denk ik. Omdat ik elke battle die ik doe, gewoon weer op een andere manier benader. En de ene keer wat meer voorbereidingstijd neem dan de andere keer. Dus het ligt er bij mij heel erg aan, ongetwijfeld ook wat je tegenstander is, dat snap je jezelf ook wel. De ene heb je veel angles voor om op te spitten en de andere gewoon bijna niks, maar ja, het hangt er bij mij gewoon vanaf dat ik elke battle gewoon wat nieuws doe, man. Mijn tofste battle tot nu toe. Ja, dan de battle tegen Shandy. Qua crowd response, vibe, delivery en noem maar op. Maar qua bars is het dan nog, denk ik, wel mijn eerste battle tegen Mitch geweest. Omdat ik toen wel echt, echt voorbereid was ofzo. Giant als MC is sowieso dope. Ja, hij is funny, hij kan heel onverwachts uit de hoek komen ofzo. Dus het is een personage op zich ofzo. Het is gewoon Giant, zeg maar. Dus dat is dope, ik weet niet. Ik denk dan die tegen Michael Arthur. Omdat hij hij kwam met die plank en zo, man. Dat was echt fucking battle. Dat was denk ik wel zijn beste battle. De meest memorabele battle, zeg maar. Ik ga niks verklappen aan tactieken of benaderingswijzes of wat dan ook, man. Ik ga gewoon naar die battle toe en jullie gaan het wel zien. Dus daar wil ik eigenlijk niet op ingaan. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ja, het zijn veel battles, man. Elke battle heeft wel de potentie om classic of dope te worden ofzo. Dus ja, elke battle eigenlijk. Ja, elke battle van de kaart is sowieso gewoon de moeite waard om te checken. Dus voor mij toch de traditionele top 3. Zeg maar, ik bedoel niet de traditionele, maar de top 3 zoals die was of is. Dus Stef, Baldo en Keus geloof ik dan. Giant, ik zie je zondag. Maak er een mooie battle van. Jalalam. Zondag man. Nogmaals, zondag 25 juni, Plan C, Rotterdam, Punch-Out, 1/8 finale, laatste 16 of hoe je het ook wil noemen. Alle 8 battles zijn dope, er zijn ook freestyle battles, ik ben er, die andere 15 motherfuckers zijn er, dus ja man, we gaan knallen, let's go. De titels. Nee man, dat moet erop.